bit different. It's obviously a different concept of a car, but it's a really cool car to drive. You have to work on it, and it's fun. It's quite a challenge, and I like it. I think it suits my driving style. So it's nice. Everything was new, and in the beginning it was quite a bit, a lot to learn. And now since the second half, it's going really well. I'm just starting to feel at home, and I think it's really cool. So enjoy it. Let's see how it goes. Thank you. So I kind of got a sidestep. Yeah. But whether that was caused by something that we can't see, but once got the tank stack, it was nothing more than a passenger on both the impact of rearward impact on the wheels. Now, I mean, an impact like that is just jump out of the car and say, every day, it's your body has gone through a trauma. So it knocks the big pedals. That's the thing that really is. Suddenly sitting there, you've got the ability to inhale. Team have spoken to cover the radio and understand what's there if it's left of the car. That's heavy and that's that. But there's a lot of the stuff around the rear of the car. It is designed precisely. Now you go to the door on the other side of the door. That's what it's built for, making the back of the car like a battleship. Then that will just transfer all the through to the next weakest point in the construction field to a point where you've got it inside. That's the part that you've got for the structural build, mitigate the strength of the impact going forward into the driver's side. What about the Nikon car? Are you worried about that? No, I see. Oh, server is weg. Ik wou hallo zeggen, maar ik zie dat de serververbinding verbroken is. Even overnieuw kijken. Ah, oké, het zal wel. Een goedenavond voor wie kijkt en welkom. Slokje drinken. Dit is een nieuw kampioenschap. Eerste kampioenschap 2022 wat ik ga rijden. En Spa-Francorchamps meteen. Kampioenschap gaat over, uit mijn hoofd, 8 races. En dit is dus de eerste. Er is een pre-kwalificatie geweest. Ik rijd bij Racing Club International, RCI, zoals ze zich afgekort noemen. Ik pak even alvast een hele mooie setup erbij. Zo. En we gaan even een stukje droog oefenen. En we gaan even free practice doen. 50 minuten, dan hebben we 10 minuten qualifying. Zit die bovenin, ja, net onder mijn foto, waarschijnlijk onder mijn beltje. En de race is dan een uur. En daarin zit een mandatory pitstop met volgens mij een minimale stoplengte van 25 seconden, als ik het goed begrepen heb. Voor nu. We rijden in een Aston Martin. Ik heb in meerdere auto's geprekwalificeerd. En
Nou, ik was in de Aston Martin de snelste. En de regel was bij de twee circuits waar je pre-kwalificeerde, de snelste auto gemiddeld is de auto waarmee je het kampioenschap rijdt. Dus bij deze. De hobbelige pitstraat uit. Camel straight op. Spa-Francorchamps is een beetje de moeilijkste baan, de meest uitdagende baan ter wereld. Er zijn er niet veel die erger zijn. Kun je denken aan de Noordschleife van de Nürburgring en aan Bathurst Mount Panorama. Maar daar hebben we het wel gehad. En dat komt natuurlijk door een hele verscheidenheid aan bochten. Off-camber, on-camber. Naar boven, naar beneden. Veel hoogteverschillen in de Ardennen. En vaak ook met slecht weer. Vandaar dat we vandaag bespaard blijven van slecht weer. Dat het goed blijft. Dat het een mooi, relatief zonnige dag is. Ik geloof dat er 6 splits zijn. Met in elke split 35 rijders maximaal. Ik heb even niet precies gekeken wie allemaal en hoeveel de waarde is. Amateur split is de laagste split. Dus daar rijden de minst snelle personen in. Waaronder ik. Maar dat is ook wel prima. Want dat betekent dat je dat we rijden in een split met mensen van vergelijkbare kennis en kunde. Als het gaat om snelheid althans. En nou maar hopen dat er geen botsingen uit voorkomen. Want dat is natuurlijk ook de keerzijde van de medaille. Goed, we hebben één rondje ingereden. Wij gaan hier het pit straight op. Spa heeft 2 pitstraten. Formule 1 alleen aan deze kant. Maar bij meer auto's ook aan de andere kant. We gaan hier La Source in. Hele langzame hairpin. Oh. Dan gaan we een oude pit straight af. Hier zal wel de start plaatsvinden straks. En dan de massasprint naar Eau Rouge. Naar boven. En dan bovenaan naar links Radion. Dit is een hele linker bocht. Beroemd in de autosport. En berucht. De nodige acties en ongelukken gebeuren daar. Lecombe. Yellow flag is en dan gaan we hier naar de hairpin genaamd Bruxelles. Deze bocht hier heette vroeger Beau Rivage. Vanwege het uitzicht dat je bovenaan hebt naar beneden, want we gaan hier hard naar beneden. Om dan bij een dubbele linkerhanden te komen, Pouhon. De combinatie heet Pouhon. Kunnen we uitaccelereren. Dan komen we weer bij een combinatie. Die heet Campus. En dan komen we hier weer bij een wal, bij een bocht Stavelo. Hier kwam vroeger het oude circuit ook langs. Het oude circuit is veel langer. Dat kwam hier weer bij Cour Paul Frère. En dat haakte dan weer in. Op een langgerekt stuk. Mag het geen straight noemen, maar ook weer wel. 2 bochtencombinaties naar links. Blanchimont. Hoge snelheid hier. Maximaal. En als je hem goed neemt, ook nog vol gas. Ja. Dan hard in de remmen. Voor de busstop chicane. En dan rij ik hier normaliter 2 minuut 21, 2 minuut 22 met de Aston Martin. Dus nu 2:23, 12e tijd totaal. Ik zie dat de ballen wat warmer worden.
worden wat stickier. Dus nu heb ik al een halve seconde winst op de vorige ronde. En counting. Dit stuk is zo belangrijk. Want als je Radion en Oroes goed pakt, dan neem je die snelheid gewoon mee over dat hele lange Camel Straight. Mooie donkere geluid van de 4,5 liter Twin Turbo V8. Wat overigens een Mercedes motor is in de Aston Martin. Maar toch wel eens vaker gezegd in eerdere streams, het is heel bijzonder dat de Mercedes nog steeds met hun oude 5,7 liter omgeblazen V8 rijdt. Massive grote motor. Een zwaar apparaat. Maar een nieuwere, modernere Twin Turbo V8 zit in de Aston Martin. En niet in hun eigen auto's. Een klein beetje lift, anders spring ik eruit. Even die geen vol gas, ook niet helemaal los, maar dat je maximaal de exit speed kan pakken. Want ook hier is natuurlijk gewoon exit speed heel belangrijk, omdat je die exit speed meeneemt over het hele stuk hierachter. Een paar rondjes even inrijden, dat geloof ik wel, want dat is er nog genoeg te bevechten met verkeer om ons heen. En ik zei al, geoefend heb ik al genoeg deze week. En deze baan ben ik dan ook heel bekend mee. Ik vind het een fijne baan. Ik hou doorgaans niet van hele langzame bochten. Daar zitten er geloof ik maar een paar van in. 2 of 3, hè. Lassoers, Bruxelles, heb ik wel gehad eigenlijk. Algemeen is Spa een heel hoge snelheidscircuit. Waar de Aston qua stabiliteit echt wel goed uit de voeten komt. Uit de verf komt, voor mij althans. Dan ben ik een beetje geoefend weer met andere auto's hier. En dan kom ik toch eigenlijk wel dat de Bentley en de Aston kan ik in de 1.21 rijden. Alle andere auto's kom ik eigenlijk niet onder de, blijf ik eigenlijk altijd in de 2.23's hangen. Beetje te laat geremd hier. De snelste tijd die ik hier ooit gereden heb is een 21.2. Maar het lijkt erop dat ik die redelijk ga benaderen nu. Ik heb mensen in de Pro Server en de Practice Service al 2.16 zien rijden. Dat vind ik een soort van bizar. Knap van ze. Oh, weer de fout. Bijna 2-1 gereden, hè? Maar goed, 21-2. Dan blijf ik een beetje rondjes rijden tot ik mezelf niet meer verbeter. Dan ga ik de pits weer in. Om even te relaxen. Ik heb niet gelift nu. Voor zover ik me daarvan bewust ben. Nou,
Dan zie je meteen wat het met de tijd weer doet. Potentieel 20-8. Mijn doel van het kampioenschap is eigenlijk alleen maar lol hebben. Zo goed mogelijk racen. Geen brokken maken. Yellow flag in sector 2. Dit is te laat geremd, dat is dom. En dit gaat helemaal fout. Ja, daar gaat de tijd. Hey, potentieel zit er 20-7 er dus in, hè? Als ik niet hard ga pushen en gekke foutjes ga maken. En dan zie je wat er gebeurt. Ik van -0.4 ga ik naar +0.9. Dus ik heb 1,5 seconden verspeeld met het verremgeintje bij Stavelo. Hier de pitstraat in. Moeten we opletten op de snelheid. Hier bij het bord moet je 50 rijden. Dus in de laatste versie 1.8 is dan van de vorige gekomen. Dat als je daar ook maar een beetje boven zit nu. Dan krijg je echt problemen. We hebben een 8e oefentijd neergezet. Dat is niet verkeerd. De pitstraat is hier bijzonder lang, dus een pitstop hier duurt je altijd eigenlijk gewoon, kost je gewoon 1 minuut 10. Maar dat is ook wat het is, daar heeft iedereen last van, dus in die zin maakt het niet uit. En waar is mijn pitplekje? Tussen de andere auto's in hier. Oh, dat is wel heel obscuur. Oh, ik ga deze meteen even aanzetten, zo. Zo, return to garage. Opties. Assist, is dat het? Nee. Het. Gameplay general. Even kijken, highlights zet ik alleen even op mezelf, denk ik. Ja, oh nee, zet nu wel op andere. Player only auto highlights, zullen we dat maar doen? Ja. Pit crew animation on. Pit markers, ja, die wil ik even aan hebben. Want als het druk is in de pitstraat straks, dan heb ik net even wat meer visuele markers, cues, dan alleen maar een man met een vlaggetje. Even kijken. De snelste rijdt in 2.20.7. Potentieel reed ik dat ook. Dat is leuk. Er is hoop. Maar goed, al sta ik achteraan, zou ik niet leuk vinden. Maar 27 man nu. Ik zal eens even kijken. Vrijdag winter, pre-quali staat hier ergens hier. De qualifying standings. Nee, daar moet ik niet kijken. Ik heb vandaag een lijst langs zien komen met de standen. Zie ik nou niet staan. Namelijk de standen van de pre-kwalificatie, wat er uitgekomen is. Zit het onder driver assignment of zo?
zit nu op de Discord van de RCI. Zo zoek naar de snelheid, naar de indelingen, maar ik zie hem al niet meer. Race control, announcements. Sign up notifications, is dat hem? Ja, dat is hem. 1, 2. Ja, dat zijn lange lijsten. Ik kan al even delen, denk ik. Even kijken. Dan moet ik even hier klikken. Zo, scherm streamen. Ja. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is ik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33 rijders. Die in de AM split zitten. Er staan geen tijden bij. Die staan waarschijnlijk ergens anders. Maar die staan gewoon bij elkaar. Friday pre-qualifying standings. Kijk, dat zijn gewoon splitjes. En die staan op tijd genoteerd. De totale tijd 3:22 van twee circuits. En ik stond volgens mij op 3:29 uit mijn hoofd. 3:26 zitten we hier. Ja, 3:29.2 is over de twee circuits waar we moesten trainen. Dat waren Donington en... Ik weet het al niet meer, joh. Barcelona? Ja, Barcelona. Donington weet ik ook. Maakt ook niet uit. Maakt ook niet uit. 3:29 totale gecombineerde tijd. En dat maakt dat de indeling zo is gedaan. In splits. Een pro splits, een high, medium en low silver en een AM split uit mijn hoofd. En je moest per circuit 10 rondes of 10 valid laps uitrijden. Dus hier zie je ook een aantal rode staan, die hebben dus niet 10 valid laps staan. Hier staat waarschijnlijk ook mijn ronde bij met oh, no valid car staat hier. Nou, ik zie niet eens staan. Ik heb ook met de Bentley het gereden namelijk. Ik heb met 3-4 auto's getraind en uiteindelijk kom ik met deze auto gewoon verreweg het hoogst uit. Dus bij deze. Oké, poppetje gezien. Kastje dicht. Dus ja, wat gaan we doen? Ik ben benieuwd. Ik wacht even rustig af nu. Kijken of een beetje met mensen meegerijden. Dit is Ferreira. Ferreira rijdt een 220 in de BMW M4. Zit met de snelste op de baan. Ziet er wel wat mensen in waar ik al eerder tegen gereest heb. Jacques Lom. Ik al eerder kampioenschap tegen gereden. Villamas. Humphries. Humphries en zijn Honda. Oh nee, hij zit nu in een McLaren. Normaal rijdt die Honda. Vaskin volgens mij ook. Oh, we gaan het merken. Remco Thorn. Remco Thorn is een Belg volgens mij. Wij zitten altijd een beetje in mekaars tijden ook, zeg maar. Wel grappig. Hij rijdt hier een 220. Ja, 226. Hij stopt ermee. Trebek en Bentley. Was ik een fractie langzamer mee dan in de Aston Martin. Komt nu bij Poelhol aan. Zie je mooi die trackmap neergelegd. Langs circuit. Spa.
eigenlijk doorgaans twee keer zo lang als een gemiddeld ander circuit. Door Campus Stavelo. En vroeger kwam hier dan het oude circuit erbij. Paul Frère. Dus dat was nog geen bocht, het was gewoon een knikje of gewoon een verlengde van. Het oude circuit ging volgens mij zo, dat ging hierboven. En in plaats van dat het hier naartoe ging, ging het hierheen. Dan helemaal hierachter zo langs. En kwam het hier zo weer terug. Echt een hoge snelheid door het blaascircuit. Wat nu nog open weg is, openbare weg is. Dus als je daar ooit een keertje bent in die buurt, kan je dat oude circuit eigenlijk gewoon rijden. Want dat is wat wij nu in Nederland een N-weg zouden noemen. En dan een bijzonder smalle N-weg ook, want dan krijg je pas echt respect voor die mannen die met die sigaarvormige auto's Formule 1 rijden. Nou, zoals altijd heb ik mijn Track ER op. Dat betekent dat ik net als in Flight Sims om me heen kan kijken. Een beetje in bochten kan kijken. Iets kan inzoomen. Het zijn maar kleine details die ik erin doe, maar het is wel fijn. Dus extra dimensie, zeg maar. Erg snel naar 6 geschakeld trouwens. Valt me op. Dus, jezus, qua scoren, weet je, ik ben al lang blij als ik aan de bovenste helft zit. Ik sta nu 11e in de free practice. Nou, laten we zeggen dat er inderdaad 233 rijders aanschakelen zo. Je kan je afmelden voor een race, of zelfs voor het hele kampioenschap natuurlijk. Dus op basis van de pre-qualify zeggen we, nou, er zijn 33 rijders. Zeggen we dat er 30 opkomen dagen. Dan hoop ik bij de eerste 15 te zitten. Zowel bij de kwalificatie, zit ik daar minder mee natuurlijk. Als bij het eindresultaat. En het eindresultaat betekent daarna, zeker in GT-reizen, betekent dat consistentie. Consistent, goede laptimes neerzetten, geen gekke dingen doen. Zoals dit. Nou, dat houdt op, hè. Oké. We gaan kijken bij een Lamborghini, meneer Pin. Ook een snelle auto. Wat mij niet aanstaat aan de Lamborghini is alsof je er een brievenbus heen kijkt. Dat valt mij namelijk op bij het uitzicht door deze ruit. Die ruit zit zo plat. Hè, in plaats van zo die hoek is zo scherp. Dat het naar buiten kijken echt wel een ding is, vind ik. Vind ik sowieso bij mid-engine auto's dat die al heel snel zo'n vlakke ruit hebben. Maar front-engine auto's, de auto met de motor voorin, dat veel minder hebben. En neem even een McLaren, valt het wel weer mee, want de McLaren ligt heel laag. Klinkt trouwens ook bruut. Ook met de McLaren heb ik geprobeerd te kwalificeren. Ik vind het een droom van een auto om in te rijden. Ik ben een beetje hak op de takken, sorry. Maar ik ben uiteindelijk gewoon 2 seconden langzamer, of 1 of 2 seconden langzamer in een McLaren dan dat ik in Aston Martin ben. Dus ik heb het geheim van die auto nog niet, zeg maar, qua rijgedrag. Dus hier zie je heel duidelijk dat die motor, die neus ligt zo laag. Hier heb ik een goed uitzicht. Dat vergelijken met die Lambo. Kijk. Je ziet eigenlijk gewoon niet wat er voor je gebeurt. Je moet helemaal zo gaan zitten. Maar ja, dat is ook weer onwerkelijk. Uitzicht is niet denderend. Nog meer een Lexus. Oh, je staat gewoon in de pits. Nou, dat is weer vergelijkbaar front engine. Heb je nog Porsches mee, jongens? Nee, wel een Ferrari. Heeft ook nog wel oké uitzicht. Ook omdat die neus afloopt. Maar ik en Ferrari zijn ook geen goed huwelijk. En wat ik dan altijd knap vind. Hier hebben we meneer Ivashkin. Die rijdt in een Honda. Als ik één auto totaal niet bestuurbaar vind in deze sim/game, is het wel de Honda NSX.
Ik vind het een verschrikkelijk apparaat. Blanchimol, die vorige bocht, ik kon er dus gewoon niet doorheen. Ik spin er gewoon uit. En bij Eau Rouge precies hetzelfde. Bij elke auto ben ik gewend om een klein beetje te liften of zelfs helemaal te liften. Maar als je dat doet, dan spin je eruit. Maar vol gas haalt hij het ook niet. Dus dan moet ik dus remmen voor Eau Rouge. Als ik dat doe, dan haal ik de bocht wel. Maar dan ben ik zoveel langzamer over het rechte stuk. Het hele grote recht in Eau Rouge hier, daar komen we nu op af. Het hele rechte stuk hier. Als ik daarvoor langzamer binnenkom, raak ik dus gewoon tijd kwijt. Nou, hij haalt hem ook niet. Hij gaat ook over de curb heen. Dus dit is een invalid time, wie die nu rijdt. Dus respect voor de hondenrijders, zeg ik. Nou, deze M1. Zien we nog andere diverse auto's? Ik zie geen Nissans, ik zie geen Porsches. Dat vind ik altijd wel jammer. Porsche vind ik ook een stoere auto. Ook de moeilijkste auto om te rijden, maar stoer dan de les. En veel Astons, valt me op. Maar één Bentley. En ook niet zo heel veel BMW M4's, want dat is echt wel een populaire auto. Daar zit een leuk verhaal bij. De BMW M4 is natuurlijk een nieuwe auto die uitgekomen is. In versie 1.8. En die is vorig jaar wel getest. Vorig jaar reed het hele circus in de GT3 nog met de M6. GT3. De M6 is met pensioen gestuurd. De M4 is de nieuwe auto. Even meerijden. En die M4, die is dus wel getest, maar hebben nog niet echt homologatiedata van. Moeilijk woord. Gelijkstelling van de auto's. Dat betekent in de praktijk, ze worden allemaal zo langzaam gemaakt als de langzaamste. Deze auto hebben daar die data nog niet van, dus het zit niet in de game. En dat betekent ook meteen dus dat die auto best wel snel is. Ik heb ook met deze auto getracht te kwalificeren. Ik heb die snelheid nog niet helemaal gevonden, maar ik ben er wel snel in. 2.22's ook. RCI heeft eergisteren een communiqué uitgegooid. Wij gaan deze auto's met ballast uitrusten op de race service. Want wij zien zo'n top met BMW-rijders in verschil met alle andere auto's. Ook van rijders waarvan we weten dat ze echt wel snel zijn. Dat we zeggen, hier klopt iets niet, wij gaan die auto zelf een beetje vertragen. Als ik het goed heb, is voor Spa, voor deze race, hebben de BMW's 25 kilo extra ballast meegekregen om ze dus te vertragen. Daardoor kunnen ze iets minder snel door de bocht, daardoor accelereren ze iets minder snel en daardoor hebben ze ook een iets langere remweg. Even kort door de bocht gezegd, dat is het effect van gewicht in een raceauto. Dus dat. En even met de Lexus meerijden. Behoorlijk bruut geluid. Gave auto. Het nadeel van de Lexus in deze game is, vind ik, dat het copyright gedoe. Heeft Lexus gezegd, deze auto's mogen niet gerepaint worden. Dus iedereen rijdt wel een beetje met zijn eigen kleurtjes. Maar in de Lexus rijden dus in de officiële kleurtjes van een team. Want je kan het niet wijzen. Beetje flauw. Maar oké. Getraind op een 13e tijd nog steeds van de 28 die nu in de server zitten. Ja, ik zeg, het gaat mij niet zozeer om de standen en om de punten enzovoorts. Ik wil gewoon leuke races rijden. Als het spannend is, als er strijd is, als het een eerlijke strijd is, dan is dat gaaf, dan is dat beloning genoeg. En alles wat je dan aan eindstand uitkomt, dat is allemaal prima. Wat ik nog eens wel in een kampioenschap heb, is dat je op een gegeven moment gaat zien, oké, wie zijn mijn tegenstanders? Hè? Wie zijn de mensen, de twee plaatsen boven en de twee plaatsen onder me in een kampioenschap? Wat zijn mijn directe tegenstanders? Want de nummer 1 ga ik niet meer strijden en de nummer 25 ook niet, bij wijze van spreken. Je laat gewoon gaan. Als je een keertje sneller is, prima joh, haal maar in. Doe wat goed voelt. 2.21.2. Deze meneer in de Lexus is een fractie voor mij.
Even kijken. Ferrari staat in de pits. Er is maar één Ferrari ook. Valt me ook tegen. Of toch maar niet, want ik hoor wel meer wat dat. Met patch 1.8 zijn er best wel wat wijzigingen op bandengedrag gekomen. En op schoktempergedrag. En die combinatie maakt dat er dus in de vorige subversie 1.7 dat er wel wat exploits waren. Die nou, bij sommige auto's voordelen gaven, zoals bij de Ferrari. En die zijn er nu niet meer. En dan zie je dus prompt dat er niemand meer Ferrari rijdt. Dat is even mijn interpretatie van wat ik zie. Ik weet natuurlijk of niet of dat echt zo is, maar. En Porsche precies hetzelfde. Dus normaal in een race zitten altijd wel Porsches en Ferraris. En nu eigenlijk niet. Eén Lamborghini. McLaren's zijn best wel veel. 4, 5, 6, 7 McLaren's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aston's. En dan zet nu Aston een snelste tijd neer. 2:20.0. Snel hoor. Oh, dat vind ik echt snel. Bruut snel. Ik rijd dus een 21-2 hier. Ik zit 400ste trager dan Ferry. En nog eens 500ste daaraf zit Jacques Lom. Het luistert zo nauw. Weet je, we hebben het over een tiende van een seconde over een circuit van 7,5 kilometer. Ja. Gaat helemaal nergens over, joh. Tot dan gaat, kan je zeggen dat iedereen even goed is. Oh ja, laat ik eens even kijken. Mijn snelste rondje was mijn vierde rondje. Ik ga even naar de lap 4. Gaan we even van buiten bekijken. Ik verf mijn autootjes tegenwoordig in kobaltblauw, chroom, satijnwit en glossy oranje. Zeg maar de Nederlandse kleurtjes. Rood komt op een of andere manier niet lekker over. Ik krijg vuurrood. Het ziet er altijd of een beetje rozig uit of... rood komt niet mooi over. Punt. Beetje fletsig. Dus kies ik voor oranje. Naar boven eau rouge. Dan meteen weer rechts Radeon in. Het lange Campbell Straight, vol gas. Ik verwacht wel wat gewonden in de eerste ronde. Ik hoop dat ik daar niet bij zit. Ik probeer zo veilig mogelijk te rijden. En als iemand sneller is, maar in me halen, doet hij dat lekker. Het is een race van een uur, dus als je langzamer bent dan mij, dan kom ik je toch wel weer tegen. Door Brussel, 180 graden. Bodivage. En dan hard naar beneden richting Poehol. Aston Martin is een auto, net als elke auto in GT3, met zijn voor- en zijn nadelen. Voordeel is behoorlijk goede stabiliteit in de bochten. Eigenlijk zal die niet uitbreken, zal die niet zijn kont losgooien. Heeft een neiging tot onderstuur, maar dat is natuurlijk logisch voor elke auto met een motor voorin. Nadeel is, vind ik, dat ze een turbo gehad. Acceleratie in de lage toeren range is slecht. Dus proberen de toeren hoog te houden is key in deze auto. Ik zit liever... in een bocht tegen zijn toer aan dat ik in een bocht schakel dan dat ik al in een versnelling zit waarbij ik zeg maar zeggen goed strak de bocht uitkom. Gewoon puur voor de acceleratie. En hier komen we bij de busstop aan. Maar bij Lassoers en hier busstop ben ik gewoon de Sjaak. Hier is deze auto gewoon langzaam in uitstraleren vergeleken met een Porsche, met een Bentley. Dus daar gaat die pijn doen. Dus remt hij goed. Stabiliteit, ik zeg, die roem ik echt.
Het is heel fijn en daarmee een hele stabiele auto, maar ook als beginnende rijder. Niet zo gekwalificeerde rijder als ik. Ik ben daar wel eerlijk in. Ik heb nog veel te leren, want dat gaat om echt sneller te worden. Om toch goed mee te komen. Competitief te zijn. En dan ben ik weer blij met een split die amateurs met zich mee heeft. Want dat betekent gewoon dat ik competitief meekom met gelijkgestemde, gelijkkundige rijders. Even een andere camerahoek pakken. Hier gaan we Le Combe in. Dan 180 graden Bruxelles, de lange draaier, daarna Beau Rivage. Wat nog best een tricky bocht is, want je loopt zo wijd hier, dan het gras op. Naar beneden naar Pouhon. Dubbele linkerhander, voluit accelereren. De rechts-links combinatie genaamd Campus. Stavelo. Over het foutje wat ik hier had. Palfrère en dan een vol door richting Blasjemont. Je ziet daarachter de openbare weg die dus vroeger die uitkwam. Op het circuit. Het deel van het circuit was dus volle snelheid op Blanchimont heen. Als je goed aansnijdt, dan hoef je niet te liften om een geldige ronde te pakken. En dan de busstop chicane. En hier gingen we de pits in. Hoeveel hebben we nog, jongens? 5:25. Ik sta nu 16. Dat is ook nog eens een poging wagen. Ach, het is training. Maakt niet uit. Gaan we weer. Ik ben blij als ik bij de bovenste helft sta, dan maar met name natuurlijk als we finishen. Ik ben absoluut geen kwalificatiebeest. Ik vind het echt lastig om een vlammende, keisnelle ronde neer te zetten. Eigenlijk vind ik dat dus ook niet zo belangrijk. Ook omdat deze auto's natuurlijk gewoon gebouwd zijn om met elkaar te wedijveren. Het is niet zoals in Formule 1 waar je, als je het ei van Columbus vindt, ook gewoon een hele snelle auto kan bouwen en daarmee de rest op achterstand kan zetten. Als beste constructeur. Deze auto's hebben een spec met zich mee, een GT3 spec. En vervolgens worden ze aan elkaar gelijkgesteld, zodat ze over een ronde, gemiddeld genomen, gelijke tijd kunnen halen. Kunnen neerzetten. Wat natuurlijk niet weghaalt, wegneemt, dat deze auto's op basis van hun bouw verschillend gedrag vertonen. Een auto met de motor voorin is in zijn algemeenheid ondersturen. Als hij een bocht in wil, stabiel zijn in en uit een bocht en goed kunnen uitaccelereren. En ook op rechte stukken wat beter stabieler gedrag vertonen. Een auto met een langere wielbasis, denk aan de BMW's en de Bentley, maar ook wel de Aston, is in een bocht heel stabiel. Waar een kortere auto juist heel instabiel is, maar wel veel beter instuurt in zo'n bocht. Dus je kan harder de bocht inkomen. En zo heeft elke auto dus op basis van zijn ontwerp in de basis voordelen en nadelen ten opzichte van de rest. Daar zit de competitie in. In het echte leven zit de competitie dus ook veel meer in de rijders.
hè, waar je in het echte leven ook subklassen hebt als de Pro, de Pro-Am, Silver en Amateur klassen. Weer is slecht. Het is gewoon slecht. Zo. Dat heeft eigenlijk te maken met de rijders die gewoon een bepaalde licentiewaarde krijgen van de FIA. Of governing body. Dus het kan ook SRO zijn. Het valt niet onder de FIA. Dacht ik. FIA heeft weer het FIA WEC, het World Endurance Championship. Anyway. Auto's en teams schrijven zich dus in met bepaalde auto's en bepaalde rijders. Dat zijn fabrieksrijders, zijn altijd pro. Maar je hebt natuurlijk gewoon amateurrijders die gewoon geld te veel hebben en zeggen: ik wil lekker mijn geld uitgeven aan het team. En ik koop dus gewoon een stoeltje. Nou, als je begiftigd bent met rijderskwaliteit, hartstikke mooi. Maar het gros van dat soort mensen is gewoon amateurrijder. Ik kan gewoon niet tippen aan de tijden die een pro factory driver neerzet. God, wat een waardeloze ronde. Twee seconden langzamer dan de snelste tijd. Nou, ik ga nog één neer proberen zetten. En dan is de free practice voorbij. Dan wordt het echte werk. Kleine lift. Dan zie je dat het kleinste verschilletje meteen al meeneemt dat je honderdsten en tienden af gaat wijken in je tijd. Oh, ja, dan verkloot ik het goed. Uitgeleid over de curbstone. Overdrijven om die tijd goed te maken. Verloren tijd goed te maken. Maar ik denk niet dat dat in het vat zit. En dan is het 2:21.4 en dat is voor mij een prima tijd. Spanning is goed, dus de setup is goed. Bandenspanning moet tussen de 27.3 en 27.8 zijn ongeveer voor deze type banden in de GT3. Dat betekent dat ik altijd mik op 27.5. Kijk, hier gaan we. Kwalificatie.
Ik gebruik geen kwalificatie setups, ik gebruik alleen race setups. Zo min mogelijk brandstof. Nieuwe banden set. Snelste brake pads. Here we go. Kijken wat we neer kunnen zetten. En zoals gezegd, liever geen laatste, maar kwalificatie vind ik ondergeschikt aan race resultaat. Omdat ik een beetje een gat hou, mensen voor me. 4 seconden is mooi, daar heb ik geen last van ze. Dus dan uiteindelijk toch een beetje op. Afloop tot gat, dan hou ik wel even in. Ik ga ervan uit dat ik 2 rondes goed kan rijden. Deze eerste ronde is natuurlijk al ruim 2 minuten. Wat van die tijd van 10 minuten afgaat. Dus je moet ook maar even een gaatje vinden. Dus overigens ook in real life. De kwalificaties in GT3 zijn meestal kort. Een minuutje of 20. Je kan je voorstellen met een veld met 30 tot 50 auto's dat het vaak gebeurt dat mensen gewoon door het verkeer eigenlijk niet een perfect rondje neer kunnen zetten. En daardoor lager staan dan ze eigenlijk zouden willen. Part of the game. Met het nieuwe bandenmodel in versie 1.8. Warmen de banden ook niet meer zo snel op. En is de druk dus eigenlijk in de eerste 2-3 ronden nog niet optimaal. En hier gaan ze inhouden, tuig. Ja, wat doe je? Aan de ene kant kan ik een tow gebruiken langs Camel Straight. Omdat ik dat ik minder aero heb en dus een gat voor me heb, waardoor ik wat sneller ga op het rechte stuk, maar vervolgens heb ik hindering in de bochten. Here we go. Waar doe je wijs aan? Ik heb liever een beetje afstand. Want als de man voor me een foutje maakt, zit ik erop bovenop. Of ik heb er op zijn minst last van. Ja, lekker. Bijna maximaal de Eau Rouge. Ja, dat wil ik niet horen. Ik heb mijn trackmap afgezet, maar ik ga hem toch weer aanzetten, want ik vind het altijd wel makkelijk om te zien of een auto voor me ligt, bijvoorbeeld een langzamer is of iets dergelijks. Dat wordt tegenwoordig ook goed aangetoond. Kijk, we zijn een Autoslips Outlap. Dan hoop ik dat ik daar geen last van heb. Zo te zien wel. Ja, blauwe vlag. Dus er zit er iemand op zijn outlap. Ja, jammer joh. Ah! Dit vind ik heel irritant. Maar zoals ik zei, in real life gebeurt dit dus ook. Trackmap weer aanzetten. Want dan zie je aan de kleurballetjes of het achterliggers zijn of wat dan ook.
Oh, kijk, de helft van de kwalificatietijd is weg en ik heb nog geen tijd nu. Want mijn tijd is nu invalid, omdat ik van de circuit af ben geweest. Aan de andere kant, het was toch niet mijn snelste tijd geweest. Omdat mijn banden nog niet goed op drukke temperatuur waren. Dat zijn ze nu. Na twee ronden wel. Spelen met de curbstone, maar niet al te veel. Vervolgens heb ik de regel, als je met één wiel, één kant van de auto op het asfalt blijft, dan heb je wel een valid te pakken. Terugschakel, gewoon om die acceleratie erin te houden. Dit is er ook een. Met andere auto's zou ik dit niet zo snel doen. Zou ik juist in de hogere versnelling zitten om in één keer goed uit te kunnen accelereren. Ook haalt het wat spin van de achterwielen weg. Ja, dit kan wel een goede tijd worden. Buiten gebied om een tow van hem te krijgen, dat ik een wat sneller ga. Rijden voor me rijdt vrouwen identiteit volgens mij. Hij staat 18, ik 17. Ah, ik verkloot hem. Dan is het ook klaar. Ik heb en niet de fuel en niet de tijd om nog een ronde neer te zetten. Dan staan we 18e. Was een fractie sneller geweest. Zonder dat foutje was ik 21, 3 of 4 geweest.
Even kijken. Nou, dat is geen beste. Nou zie je dus, kijk, een 2.19.8 rijdt hier iemand, hè. Was net een 20.2. Nu zitten de eerste vier al onder de 20.2. Ferreira was net het eerste, hij heeft nu 20.6. Snelste in de eerste sector. Ah, weet je, het doet maar weinig. Eindresultaat telt. Ik ga wel even mijn vest uit doen. Ik heb het idee dat ik het zo warm ga krijgen. Zo. Oké. Sessa. Zoals ik al zei, ik ben geen goede qualifier. Maar als ik het voor elkaar krijg om in de race constant 22-23 te rijden. Er zullen er echt wel een paar hierbij zitten die constant 20ers kunnen rijden. Vind ik hartstikke knap van ze. Maar er zijn heel veel rijders die dat structurele, consistente tempo houden. Niet lukt. En daar reken ik een beetje op. Goed. Eén uur race. Inclusief pitstop. Waarvan volgens mij een pitwindow. Ja, pitwindow is het. Met een review en volgens mij is die minimaal 25 seconden. Wat ik ga doen in mijn setup. Ik neem weer een setup die ik net ook had. Op deze temperaturen. Die 1 graad maakt niet uit. En even kijken. Tireset 1 en 2 zijn gebruikt. Tireset 3 neem ik. En ik moet 110 liter meenemen. Ik ga nu voor 60. Neem 55 mee. En ik ga geen banden wisselen. Ik moet 1 uur kunnen halen op banden. Dus ik ga er niet van uit dat ik banden ga wisselen. Ik ga er namelijk vanuit dat die 25 seconden, dat die gewoon ingeprogrammeerd is in de server. En dat ik geen penalty krijg. Als ik... Als ik zelf minder pit of zo, weet ik veel. Dus ik doe het zo. Als er geen limiet zou zijn, dan zou ik gewoon volgooien en dan 1 liter tanken. Dan heb je een pitstop van 3 seconden. Dus dit is hem. En dan ga ik even kijken wat het verschil is met het wisselen. Want als het niet uitmaakt dat ik banden wissel, dan doe ik dat gewoon. Ja, als ik met dit tanken 30 seconden kwijt ben, ja, dan wissel ik ook wel banden bij, zeg maar. Dus dit is hem. Voor de rest doe ik hier niks aan. Ik hou dit wat het is. Dit gaat prima. Ik heb geen overhitting op remmen. Ik heb geen andere gekkigheid. Even op deze drukken, dat ik zeker weet dat de banden die ik straks krijg dezelfde druk hebben. Nou, dan ben ik eigenlijk klaar. Ik vind het moeilijk om hier wat in te zetten, want RCI heeft de regel, je mag niet de in-game chat gebruiken. Dus dat mensen hier aardig zeggen, veel plezier en veel geluk enzovoort. Dat is allemaal lief, maar officieel mag het niet. En er zijn mensen die daar penalties voor gekregen hebben met puntaftrek en dergelijke, dus ik doe het maar niet. Allemaal omdat men soms niet zo lief is over de chat, laten we het zo zeggen. Je ziet dus ook dat
mensen eigenlijk altijd hun eigen naam moeten gebruiken. Mensen met een nepnaam worden eigenlijk gewoon niet geaccepteerd. Ook omdat je weer registreert met je Steam account of met een Discord. Dus overal zit ook je eigen naam aan verbonden, zeg maar. Dus wel tof. Goed. Ik heb best wel spanning. Heb ik altijd. Ik ga ervan uit dat ik dus moet pitten halverwege. Ik heb nu 60 liter bij me. Voor 1 uur racen met de maximale motorstand van Aston Martin is 110 liter nodig. Op Spa-Francorchamps. Dus dat is 60 plus 50, zeg ik even rap. We hebben 1 setup rondje. Dus ik ga ervan uit dat ik halverwege pits. Zoiets. En dat er een window in zit. Ik weet eigenlijk niet eens hoe dat window ingericht is. Zou ik dat nog snel kunnen zien? Sim Racing International. Going, more info. Oh, hier stonden die qualify standings. Even kijken. Barcelona, Kailamios trainen. Calendar. 1 liter fuel required. Fixed refueling time 15 seconden. Is ingesteld dus. Nou, het zal wel. Er staat hier niks over een window. Here we go. Ignition en start. Hij wil starten. Altijd fijn. Niks. Controls zijn unlocked. We hebben een volle formatieronde zullen zien. En op dit oude pit straight, voor Eau Rouge, waar vroeger de Formule 1 startte, tegenwoordig start Formule 1 dus aan de andere kant, voor Les Hours. Maar vroeger starten ze hier. Hier is dus ook de start van ons straks. Dat is meteen wel lastig, want we gaan dus met z'n allen, 30 man breed, Eau Rouge in. Ik hoop dat iedereen bij zinnen blijft. Want je kan je race natuurlijk dadelijk verpesten of verpest krijgen. Maar ja, ook dat hoort erbij. Dat stukje frustratie. Warmte in de banden te krijgen en dan wat te houden. We zien nu dat alles blauw is. Cyaan. Remmen zijn blauw. Het is koud. En er ook eens een beetje warmte in krijgen. Maar goed, 33 pre-qualify, 28 rijders nu aan de start. Ze zullen mensen een sign-out hebben gedaan of hebben zelfs gezegd, joh, ik bedank hiervoor. Dat kan natuurlijk ook, dat je denkt van, joh, hier ga ik geen potje breken en ik wil niet achteraan rijden. Whatever the reason. Maar je kan ook per race sign-out, dus je mag in de kampioenschap maximaal 2 keer een race missen. En dan kan je via de website van RCI kan je gewoon... uitschrijven en dan is er ook niks aan de hand. Als je niet opkomt dagen, dan kan disqualificatie wachten. Dus het is wel goed om dat te doen. De jongens die regelen het wel. Het is een leuke community om voor te racen.
ontbijtenraces. Ze reden allerlei soorten verschillende races. Ik doe zelfs twee kampioenschappen. Ik doe dus op vrijdag nu dus het GT3 kampioenschap. En maandag aanstaande is er een mixed kampioenschap. Daar rijd ik GT4. En GT3's rijden daarin mee. Dus dat is ook nog een ervaring. Ik heb nog nooit GT4 in een mixed kampioenschap online gereden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. GT3's zijn natuurlijk een puist sneller. Dat is een race op Imola. Dat is maandagavond. Dus dit weekend wordt het veel oefenen met de Alpine op Imola. Dat is een uitdaging voor hem, want een Alpine is een lichte sportwagen, een Franse makelij. Middenmotor, heeft een totaal ander weggedrag dan wat mij ligt. Ik ben zo een seconde sneller onder even welk circuit in de Aston Martin GT4. Dus ja, uitdaging genoeg. Daar heb ik eigenlijk alleen maar de enige regel. Niet laatste worden. Maar dat is maandag. Dit is nu. Jeuk op mijn rug. Heel irritant. Alles wat waar ik me normaal irriteer, irriteer ik me nu nog meer aan. Want we gaan een uur rijden. Mensen die denken, ach, het is maar een spelletje. Ja, dat is het. Maar de physics en de ervaring, de race ervaring die je hieruit krijgt. En ik heb die hut niet aangezet, die trackmap. Ah, dat is irritant. Nou ja. De beleving die je hieruit haalt. Is behoorlijk echt. Snelheid. En hier gaan we. Ferrari piept meteen voor. Ja, moest wel remmen. Honda piept er ook voor. Oei, 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 oei. Mazzel, mazzel, mazzel. Gelukkig zag ik eraan komen. Remmen modelleren. Kijken of het hier niet fout gaat. Ook dit is druk, de combe. Dat het heel makkelijk is om mensen eraf te tikken als je te enthousiast bent. Nee, dat gaan we niet doen. Safety first. Oh nee, 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 nee. Ik moet remmen vanwege die gast. Lichte schade. Ik moet remmen vanwege die gasten voor me. Oh jee, als ik maar geen nadeligheid krijg. Open. Even kijken wat het met mijn rondetijd doet. Als ik schade heb die mijn rondetijd dermate impact, dan ga ik meteen de pits in zo. De pitwindow is al open.
ligt de schade voor. Dat kan zijn de splitter. Dat betekent dat ik minder druk op de wielen heb voor en dus onderstuur krijg. Dat kan zijn dat mijn motorkap een beetje ontwricht is. Dat ik aerodynamische problemen krijg. Dat de topsnelheid gaat omlaag. Onderstuur heb ik niet. De McLaren daarentegen wel. Dat verwacht ik niet. Foutje. Car on the right. Clear on the right. Ik ben geneigd om de pit in te gaan nu. Gewoon de pitstop pakken. Schade eruit halen. En dan een uur rammen. Kijk het maar. Ja, dat vind ik er ook weer flauw, want weet je, je doet wel mee. En alles kan gebeuren in een race van 2 uur. Sorry, 1 uur. Ja, dat is dus niet helemaal lekker. Dus ik heb 44. Dus ik heb 14 seconden schade. Dat is niet goed. Ik ga naar binnen. Jammer maar helaas. En mensen die een pitstop van 25 seconden kunnen maken, dat is mooi voor ze. Want dan winnen ze 20 seconden op mij. ...105 is prima. Banden set. Het is wat het is. Ja, ik dacht ze die trek naar buiten, want ik vind het vervelend. Het leidt me af. Aan de andere kant mis ik hem nu. Dat geeft net even wat meer informatie. Ik krijg gewoon lekker door de pitlane, kan mij schelen. Ik heb niet eens laatste, joh. Hoe kan dat dan? Top die engine. Oh, dat is te ver. Oké. Okay. Ignition on. Banden, fuel, reparaties. 44 seconden, waar 25 verplicht is. Maar ja, schade is schade. En het remt me af. Ik merk dat, dat de auto niet goed in wil sturen. En 14 seconden is best veel. Hè? Normaal een pitstop, volle pitstop is 30 seconden. Dus 44 seconden betekent gewoon 14 seconden schade. Dat is veel. Dat is echt veel. Krijgen we heel veel blauwe vlaggen straks natuurlijk. Want mensen gaan me inhalen. Het is zo. Ik hoop om een goed resultaat door voor de rest consistent te rijden. Stop. En start en go. Ah, die andere is ook al gestopt. Die achter me liggen. Oké, focus nu. Want nu moet ik er even 50 minuten goed doen.
volle tank niet, ik ben zwaar. Oh, net zo kan nog groene vakjes staan er nu niet meer. Oké. Okay. Merk dat de auto wat moeilijker natuurlijk door de bocht komt. Maar ja, we zijn gewoon zwaar en de banden zijn natuurlijk nog niet op volle druk en temperatuur. Maar het is wel wonderlijk dat ik geen laatste ben. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Nummer 23 staat in de pits. P23 staat in de pits, moet ik zeggen, het nummer. Campano. Lons is zelfs een ronde achter nog 27. Dus die heeft het goed te pakken gehad. Het enige wat ik nu nog kan doen is gewoon op mijn best rijden. Zo'n blauwe vlag krijgen, want de nummer 1 zit achter me. Dus Rebecca met Bentley. Er is nog iemand gestopt. Focus pakken. Yellow flag in sector 2. Kijk, hier wist ik die trackmap voor, want als nou een gele vlag is, dan zie je dat er een geel balletje op de kaart. Dus ik check zodra ik yellow flag hoor, check ik dan meteen. Is dat voor mij? Is dat voor mij? Nee, niet. Dan weet ik wel, sector 2 is achter me, maar toch. Nu wist ik het toch, dus ik ga hem weer aanzetten. Ooit een keer. De remmen zo. Bij Oroes moet ik hem tegenkomen. Niet netjes voor mij, maar wel voor hem. En ik pak even een gaatje mee in de dynamische toe. Dat is alleen maar goed voor mij. Ik weet niet of ik ze bij kan houden, ik denk het niet. Tandje beter zijn in remmen en accelereren. Punten kiezen.
zal er wel meer blauwe vlag krijgen. Boeien. Ik hoop natuurlijk nog steeds gewoon bij de top uit te komen. Er zijn nu nog 26 rijders. Er is weer iemand uitgegaan. Ik snap dat niet. Waarom heb je het doen aan het finishen? Je kan natuurlijk echt wel pissig zijn over wat je overkomt, maar... Is het niet een punt, dan is het wel gewoon voor je safety rating. Want als je een race uitrijdt, dan krijg je gewoon heel veel punten op je rating erbij. En hoe dat spel werkt. Track competence, safety rating, alles stelt gewoon mee met wat je afmaakt. Als je het niet afmaakt, dan gaat het juist omlaag. Omdat je geen score haalt over welgereden kilometers. Gastrijden ze gewoon naar 2.20, alsof ze aan het kwalificeren zijn. Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre ik nu baat heb bij mijn eerste pitstop. Maar mijn pitstop was natuurlijk wel 20 seconden langer dan nodig. Vanwege mijn reparaties. Nou, 2.24 was natuurlijk geen kenmerkende snelheid voor me vanwege die Lassoers truc om die twee man langs te laten. Nou, wie er ook gestopt is, het was wel voor me. Ik rijd nu 21ste. Ik heb niemand ingehaald. Toen zei hij in de pit stond. Dan heb ik het niet door. Wederom. De trackmap staat niet aan, dus zie ik dat niet. Verde vlag, ja hier. Bom weer. Vaker tegen gereest. Kunnen jongen. Ik weet eigenlijk niet meer wat hij toen reed. Maar hij rijdt nu in de nieuwe BMW zo te zien. Ja, nieuwe auto's zijn wennen. Laag met een volle tank. Ik klaag niet. Iemand in de pit zo te zien. Geen peetjes achter namen. Meneer Roos heb ik voor me. 20ste. En ik loop rap in. BMW. Zo. Dat is wel heel voorzichtig. Uitremmen, niks aan de hand. Oh, die heeft schade. Nou, ga je er niet binnen, jongen. De voorkant zag er niet goed uit. Meneer Spicht, ook BMW. 19 seconden voor me. Thank you.
Eigenlijk moet het zeker op een lang circuit pas pijn als ik over start finish ga. Dat is toch een pijlmoment, maar ik zit ten opzichte van. Slordig. Faster car is approaching, watch out. Nou, de nummer 3 komt eraan. Pakken. Proxicator die zo overzetten. Ik wil een beetje agressief uit accelereren, dat is lachen, maar niet te brokken leiden. Oh, we missen de trackmap. Nou ja. Het staat een beetje amateuristisch, vind ik altijd. En dat neemt een beetje een plek in aan de linkerkant van het scherm. Nou ja, aan de andere kant. Omdat het info geeft over voorliggers, achterliggers, gele vlaggers, langzamere auto's. Geeft het meteen een hint van oké, hier moet je vooruit kijken. Nou wil ik wel weer 2.22's gaan rijden. Idealiter. Ik merk dat ik moeite heb om daar te komen. Dat is ook een volle tank. Als je achter me rijden 2.21 is.
Kijk, als ik een lage 2.22 aan kan houden. Dan is dat competitief genoeg. Het ligt wat voor mijn verloren tijd bij pitstops terug te winnen. Zo, ja joh. Maar dan mag ik er 3 van hebben voordat het pijn gaat doen. Pitters. Monster in de pits, Humphrey staat in de pits. Ze gaan een plekje pakken. Kleine verschil tussen GT3 vragen zich wreken. Met auto's met gelijkgewaardige rijders schiet het allemaal niet zoveel op voor wat betreft inhalen. Blijft er best wel aardig bij. Dus 1 en 2 zijn een maat te groot. Komt er een disqualify staan. Roos is disqualified. In de pits. Geen idee waarom. Maar die is klaar. Spicht staat op 15.5. Dan schaal ik ongeveer een seconde per rondje in. Hij is al gepitst. Dus die zou ik over een kwartier tegen moeten komen. Als het blijft gaan zoals het gaat. Voor ons allebei. Stuurfoutje. Het groene vlakje meteen weer weg.
Bouwkamp in de pits ingehaald. Door naar 18e. Spicht tegen weer 16 voor nu. Jammer vind ik van zo'n vroege pitstop vanwege schade. Ik zit hier weer in strijdgevoel. Ik ben nu gewoon aan het trappen om een hogere positie op het eind te kunnen hebben. Want het strijdgevoel heb ik achter me gelaten door te pitten. Dat vind ik wel jammer in zo'n race. Kijk, dat is de eindpositie, dat zal me jeuken. Leuk als het hoog is, maar jammer als het laag is. Vorm is tweede geworden. Die was derde. Want aan de top is er dan uit. Dynamisch voordeeltje pakken. Ook een beetje om een uitremmen natuurlijk even teniet te doen, want ja, hij moest er wel langs, dus ik moest even wat tijd inleveren om hem nog het langs te laten kunnen laten. Die zijn aan het vechten vooraan. Die zijn ook allebei al naar binnen geweest. Zonder dat er wat geks gebeurt, ga ik daar niet bij komen, zo te zien. We hebben gewoon mensen die een pitstop pakken. En de mijne was gewoon 20 seconden langer dan de rest. In ieder geval degene die geen schade hadden. Ja, het is wat het is. Heel voor me.
Weer mis ik mijn kaart. Waar dan? Bovenaan een rouge? Stopt het niet. Zeventiende. Iemand zal in de pits, ik heb niet opgelet. We zijn inmiddels over de helft. Farion is nu eerste. Dus ik denk dat de eerste twee van de helft de pits in zijn gegaan. In principe is dat een valide strategie. Als je toch 25 seconden een minimale pitstijd hebt, dat je er ook gewoon twee keer een half uur brandstof meeneemt. En dan ben je over de hele race snel. Wat je heel vaak ziet is dat een pitstop wel verplicht is en dat tanken wel verplicht is, maar niet hoeveel. Nou, dan tank je dus gewoon 1 liter. Want de tijd die je verliest met een volle tank rijden, weegt niet op tegen de tijd die je verliest van een volle pitstop. Als je 30 seconden moet stoppen of 3 seconden moet stoppen, betekent dat gewoon een verschil van 27 seconden. Nou, 27 seconden maak je doorgaans niet goed. Door lichter te rijden en een langere pitstop te pakken. Miller en Spicht rijden 22, dus ja, ik ook. Dus we schieten geen klap op. 23 zelfs. Tractiecontrole weer omlaag. Ik merk wel dat ik net even wat beter uit accelereer als hij wat lager staat. Bullion nog voor me. 3 seconden. Nummer 16. Die is wellicht net naar binnen geweest. Oh jongen, doe je. Dat zou wel verklaren, want dan heeft hij koude banden en dan te hard pushen, ben je meteen weg. Maar, ik ben 16e, dus who cares. Miller en Spicht, nog steeds 16 seconden voor. Ongeveer. Beter aansnijden. Op de vlak, kom ik aan de buitenkant in de problemen. Waar rij zijn 23, rij ik ook een 23. Dat schiet niet op, hè?
car coming up behind you. Villamas. Ja, ze zijn te hoog, lul. Ja, pak het op. Clear on the right. Clear on the right. Verkloot hij met mijn eigen tijd, maar ja, weg is weg. Ik heb een beetje ijdel hoop dat er nog iemand voor me zit die je kan pakken op een pitstop. Alles om me heen is groen. Alleen de nummers 1 en 2 niet. Eén gaat er binnen, 2 ook. Ik die mannen moet ontwijken, heb ik nu langzamere tijden neergezet. Ah, Grondmark. In de pits. Echt 15, hè? Dus je gaat pakken. Nou, dan zit ik toch weer bij de eerste helft. Aangezien er een aantal starters. He, 30 starters, 11 is 15. Als mensen ermee stoppen, dan kan ik niks aan doen. Ik draai 2.23 is en ik ook. Het zit geen steek op. Grondmark staat nog steeds in de pits. Het zou wel eens een exit kunnen zijn dan. Zo lang in de pitstraat.
Moort. Is scherpte. Dus het wordt wat stiller. Midden praten. Is je breekmarkertje? Oh ja. Steeds een pit. Lag tweede. 14e. Wat gaat daar mis dan? Liefstel dat hij heel veel schade had en toch nog dat tempo kon rijden. Maar ja, daar lig ik 14e. Deze dood. Ik denk zonder al te veel gekke dingen kan ik wel stellen dat dit mijn eindpositie wordt. Curieus dat ik gewoon de tijden die ik met kwalificeren reed dan niet haal. Dan zou het toch gewoon een beetje het gewicht zijn. Ja, voor twee man. Dat is natuurlijk sowieso een stuk lid. Ja, track limits. Een breekmark is een streep hier op de weg. En die streep is gewoon helemaal weg door de rubbersporen. Dus even het hekwerk gaan gebruiken als breekmark. Zodat ik een keertje rechtuit vlieg. Dat is uit de pits. Hij rijdt ook weer. Backmarker voor meneer Bouwkamp. Hij is 24ste, dus één na laatste. En je rijdt toch eigenlijk na dezelfde tijd als ik.
mooi. Met een gat van 19 seconden met nog 10 minuten te gaan. Denk ik dat ik mij moet schikken in de 14e plaats. En uitkijken voor de 15e. Want Massart zit 10 seconden achter me. Dat hij een seconde per ronde op inloopt, maar ik hou hem graag ver. Lekker aan je oor krabbelen, dan komt er van overeen zit. Oh nee, niet doen. Te vroeg op gas. Nou jongen. Oh, ik ben meteen van mijn leg. Tractiecontrole iets hoger. Wonder gehaald met die pitstop, maar ik heb het idee dat ze een beetje aan de slijt zijn. Bouwkamp 227. Ja, het mij is ook een kutronde 225. Maar... ja, goeie. Dat was 22ste, die lag van 2 deal. Wat is daar gebeurd? Thank you.
eens wat ben ik aan het doen. Vermoeidheid, focus. Geven. Maar allemaal focusfoutjes. Voornemen dat ik in het begin van de races minder ga zitten lullen. Twee seconden langzamer dan ik kan. Zoveel voorleggen dat hij nu zo zijn eerste en laatste ronde ingaat. Maar dit is maar nog steeds twee rondjes. Thank you.
Race-tijd is op. Aanbieder is over de finish, dus dit laatste rondje. De aandacht onderging even gemist, denk ik, van de leader on final lap. Ik heb het echt zwaar. Het nadeel van 's avonds race, als je dan een volle werkdag achter de rug hebt met allerlei concentratie en andere zaken. Dan hakt zo'n avondje race er toch wel even in. Straks lekker slapen, hè? Hoppakee, door. Maar ik kan de vorm die ik de afgelopen dagen in training heb gepakt, met constante 21ers, 22ers, heb ik niet weten te pakken in de race. Zijn er al mensen meteen gestopt. Als mensen meteen stoppen en daardoor zijn ze hun score kwijt, dan is het echt jammer, hè? Ik weet niet beter dat ik 14 ben geworden. Ja, 14. Even kijken. Oh, dat kan ik hier niet zien. Return to garage. Timetable. Dus de nummer 1 is 105 seconden voor mij geëindigd. Die zijn eruit gevallen. Roos, Obromski, Patano, Hom. Ja, dat zijn wel de gasten die rond mij zaten volgens mij met de kwalificatie. Netjes. Nu beantwoord ik wel even. Even kijken. Laten we eens even kijken naar de highlights van het feest. Wat we net gehad hebben. Om te beginnen heeft dit iets met mijn rating gedaan. Safety rating. Nou, die... Niet noemenswaardig, maar... Nog steeds 89, dat was die ook volgens mij. Voor de rest niet zo heel veel. Die was al 99, consistentie. Maar ja, dat is wel goed. Dat is wel een goede race geweest voor consistentie. Maar car control, ook hoog. De trend is gewoon vlak. Pace, ja, dat is leaderboard. Daar zit ik niet mee. En competition, dat is competition servers. Dat doe ik ook niet aan. Racecraft is gewoon constant hoog. Nou, mooi. Even kijken. Wij gaan naar de gallery. En de automatically saved pakken we de highlights. Poeh. De restart. Het erbij. Was de start op Spa. Kijk, daar ging het al mis. Maar dat ontweek ik gelukkig. Ja,
kijk, dat. Kijk, schade. Oh ja. Ja, toen lag ik ineens 15. Zo is het. Simon Trubeck haalt Mark Brown in. Dat waren de 1 en 2, hè? Nummers 1 en 2. Schitterend. Farion had Mark Spicht in. Die lag dus derde, zie ik. Die heeft ook issues gehad. Dat hij daardoor 14 is geworden, 15. Wat was die? Hij zat net voor me. Nee, 13 of 12. Allebei een M4. En Villa Mas ligt hier 9e. Die lag ik op een gegeven moment tweede. Bullion had issues. Die zag ik natuurlijk ook wel een keer achter zijn voren staan. Die wordt een Mastrak ingehaald. Met hangen en burger, pardon. Eigen ongeluk is ook niet langs de revue gekomen. Nou, ik ga hem weer terugzetten op mijn eigen race lane. Dit is leuk om te zien, maar dat zijn natuurlijk allemaal overtakes. Is easy. Oh, pas op vriend. Schade. Kijk die voorkant in elkaar zitten. Nou, Mark Spicht heeft gewoon zware schade gehad en moest dus ook pinnen. Of pitsen. Pin, zie je graag. Pinnen, nee, pitten. En schadereparatie, nou heb je hetzelfde gehad als ik. Dat is die Honda die spinde waardoor ik mijn ongeluk had. Nou, ik blijf het respectvol vinden dat iemand überhaupt een tijd neerzet met een Honda. Een apparaat dat ik niet meer overweg kan in deze game, dan is het wel de Honda. Vondra heeft aan de achterkant schade. Zag ik al snel. Ja, hij pakt hier wel mooi de binnenkant. Maar houdt hij hem? Ik denk het niet. Kan ik het ook.
Ik ram hem gewoon voor, zeg maar. Brown Bros, er zijn er meerdere Browns, denk ik. Ja, mooi gevecht. Het is jammer dat Van der McLaren maar één paint scheme is. Dus met dit kan je een kleurtjesfeest maken. In dit geval grijs, paars en geel. Al met al voor mij geen slechte race, zeg ik. Weet je waarom? Ik mag dan in het begin schade hebben gehad. En daardoor een langere pitstop moeten hebben maken. Maar ik ben daarna wel opgeklommen van de 24e naar de 14e plaats. Zo zie ik het. En dat vind ik mooi. Ik had het liever gedaan met wat meer onderlinge strijd. Maar ja, dan zie je, als je helemaal uit die molen bent... Als je er buiten de strijd zit, zal ik maar zeggen, ja, dan rij je een beetje voor jezelf, zeg maar. Dan moet je gewoon goede, consistente tijden neerzetten. In de hoop dat anderen het laten liggen. Of dat je gewoon in de pitstops dus inderdaad gewoon inhaalt. Nou, dat is eigenlijk gewoon gebeurd. Dus qua positie en snelheid ben ik tevreden. Qua onderlinge strijd heb ik het graag wat... Wat intenser, moet het zo zijn. Och, 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 och. Goed hoor. Ja, daar is de McLaren echt wel goed in. De McLaren is echt een smijtbak. Over een ronde genomen neem ik er geen goede tijd mee. Maar eigenlijk moet ik deze auto echt leren. Van mezelf. Ik vind de nieuwe BMW prima. Ik vind de Bentley vind ik cool. Die heeft ook iets speciaals omdat hij rechterhand rijdt. Maar die lijkt heel erg op de Aston qua gedrag. BMW ook. Eigenlijk hoef ik dat. Ja, dit is gewoon een beetje ondeugend, hè. Maar dat is Stefan Miller en Mark Spicht. Oké, die zaten elkaar er een beetje dwars. Ja, daar zat ik natuurlijk achter. 20 secondjes. Jerry Ferry. Dat is een mooie. Dat is wat minder mooi misschien. Ja. Met deze auto's, hè? Oeh, dit is wel naar. Houdt hem wel? Ja, houdt hem op de bank. Met geen single wheelers, in Formule 1 of sowieso Formule auto's, kan je dit soort racen gewoon niet doen. Die dingen zijn zo scherp op de bocht. Dus je moet zo op de ideale lijn zitten, wil je überhaupt wat kunnen. Ah, Villa was even stop en go gekregen van 30. Ik zie hem staan. Daarom is hij zo teruggevallen. Echt zou willen leren, als je me nu pistool op mijn hoofd zet, dan zou ik zeggen McLaren. Dus ik ben aardig in mid-engine auto's, het onder de knie krijgen van front-engine auto's, dus de Bentley en de Aston Martin. Maar echt een mid-engine auto onder de knie krijgen, dan zeg ik qua koelheid, uitstraling de Lamborghini, maar ik vind het uitzicht achter dat ding vind ik gewoon ruk, als ik door een brievenbus kijkt. Of de McLaren, dan zeg ik toch de McLaren.
Ik vind het echt wel knap dat iemand daar dus gewoon deze tijden mee rijdt. Mij lukt dat gewoon nog niet. Als ik in het begin zei, ik ben eigenlijk gewoon 1 à 2 seconden langzamer in een McLaren dan dat ik in een Aston ben. Zo, 3 wijd door de Soers. Oh, gaaf hoor. Wat een gevecht hier. Heel tof. Oh. Het scherpst van de snede. Over de limiet. Ja, qua uiterlijk is de Lamborghini echt een beest. Lichtvorm. Maar ik vind het de view naar buiten gewoon te benauwend. Kijk die gasten schaam, man. Ik ga hem wel weer terugzetten naar mijn eigen auto. Hoe gaaf ik dit ook vind, om even wat van de race terug te zien. Hoppakee. Dat scheelde weinig, zeg. Dat was Farion. Twee ronden voor het eind. Er rijden 2 Lexus mee. Ik dacht eentje maar. Nou, dan stond er een beetje stil. Ja. Paul Fox was even gespind. Dat is achter mij natuurlijk. De Tenacious Tortoises. Ja, dat is nog steeds de nummer 1-2 samen. Kijk eens jongens. God, wat gaaf. De ene laatste ronde heeft Brown Turbic Green gehaald. Mooie actie. Pin haalt de ferry in. Nog een stuk voor hem. Dat is knap. Hoe dan? Ivashkin. Dat is de inleider van mijn ongeluk. En de race finish. Wat me opvalt is dat het eigenlijk niemand, dat je bij deze setting dus een highlights krijgt van iedereen behalve jezelf. Dus ik ga hem wel weer terugzetten. Hoe gaaf ik dit ook wel vind om terug te zien. Top hoor. Mooie win voor die gast. Klonk. Tof. Oké. Meteen even doen. Settings instellen, anders vergeet ik het weer. Nee, niet gallery. Options. General options.
player only highlights. Is dat enabled? Nou, die stond wel aan. Wat is dat dan voor gekkerheid? Even kijken zo. Confirm. En de HUD. En de HUD wil ik de circuit map. Enabled. Zo. Wat heb ik gemist dan? Wat gek. Nou ja, boeien. Dit was hem. De eerste race. Van dit kampioenschap vrijdag. Er zijn, als ik het goed heb, laat ik het even kijken. Even mijn scherm streamen. Zo. Dan doe ik even scherm streamen. No cam. En dan gaan we even naar deze. Even kijken. Er zijn er 7 rondes. We hebben deze nu gereden. Volgende week Donington. En dan week daarna Misano. Dan Monza. Dan Zolder. Oh, Zolder in GT3's. Oeh. Snetterton en Imola. Dat is de vrijdag. Daarnaast ga ik, en dat is maandag, het Euromasters kampioenschap rijden. Dat is op de maandagen. En dat begint met aanstaande maandag, s'avonds ook om 8 uur de start. Tenminste de start van de hele ronde. Imola. En dat ga ik dus doen in de Alpine. En dat zijn 6 rondes. Imola, Paul Ricard, Monza, Nürburgring, Barcelona en Spa. Dat is dus een mixed kampioenschap. Dus er zijn mensen in GT3's. Nou, hier zie je ze al. Dit zijn de pre-qualifying tijden. En ik rij GT4. En waar sta ik? Ik sta niet. Nou, ik zit er wel in hoor. Ik zie mezelf alleen niet staan, dat is alles. Moet ik even checken, want ik moet er wel in zitten natuurlijk. Misschien dat pre-kwalificatie niet goed doorgekomen is. Anyway. Oh, dit zijn GT3's alleen maar. Kijk. Daar is die. Dit zijn alle GT4's. En hier steek ik Alpine. Eén na laatste. Want echt, GT4 ben ik al niet zo goed in. En dan ook nog eens een keertje in Alpine. Daar ben ik ook dramatisch in. Dus dit wordt gewoon een uitdaging. Daar zit ik dus ook in de amateursplit. Maar we gaan kijken en we gaan lol hebben en we zien hoe het loopt. Zo makkelijk zit ik er ook gewoon in. En als ik het niet leuk vind, dan sign ik out. Nog een ding. Woensdag rijd ik ook nog een kampioenschap. Dat doe ik bij FD Racing. Dat is een Italiaanse club. En dan rijd ik 4 races met alleen maar nachtraces. Dat zijn s'avonds avondraces, maar die vinden ze 's nachts plaats. Dus helemaal donker. Ik ben benieuwd hoe dat gaat ook. In principe ook straks 3 kampioenschappen lopen. Best wel veel. Maar voor nu ben ik moe. Ik ga ermee stoppen. Ik dank wie gekeken heeft voor het kijken. Ik zet deze ook naar YouTube. Deze film voor het nageslacht zo gezegd. En dan wens ik u een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Wat in ieder geval dus maandag is. Ciao ciao.